veiligheid meemaken. Maar niets is minder waar, blijkt uit de nieuwe cijfers van de politie. Tijdens de coronacrisis is het geweld tegen de politie toegenomen. Dat blijkt uit gegevens die de politie aan de NOS heeft verstrekt. Met name sinds april nam het aantal incidenten sterk toe, tot wel 40% hoger dan de laatste week voor de coronacrisis. Zo waren er zogenoemde coronaspugers, mensen die agenten in het gezicht spuugden of hoesten en zeiden dat ze corona hadden. Ja, Ruud, meer geweld van agressie tegen agenten dus sinds de lockdown. Valt dat puur te verklaren door mensen met een korter lontje of wat is dat? Nou, daar moeten we nog precies naar kijken natuurlijk, hè, hoe de relatie is tussen die twee. Maar wat we wel zien is dat er meer meldingen zijn van overlast, geluidsoverlast. En waar wij natuurlijk meer moeten optreden, ja, daar kom je ook meer confrontaties tegen. Want dat zijn dus overlastmeldingen waar jullie dan op afgaan. En over geweld, wat voor geweld gaat het dan daarna? Nou, kijk, laat ik het zo zeggen, want meneer Joling vroeg net, laten we ook positief beginnen over corona. In heel veel gevallen gaat het heel goed. Dus als wij mensen aanspreken, dan gaat dat ook goed. Maar in een aantal gevallen gaat dat ook niet. En we doen dat op een hele rustige manier. Eerst aanspreken, dan zeggen we, ja, je krijgt een waarschuwing en dan een bekeuring en zo verder. Maar er zijn ook mensen die, ja, we zitten in deze periode natuurlijk ook wat dichter op elkaar. Mensen zijn wat sneller geïrriteerd, bellen sneller als ze dingen zien. Ja, ze zitten wat thuis, dus ze zitten elkaar ook allemaal in de gaten te houden. Ja. Want de buren die maken herrie en ja, dat soort dingen. En dat betekent dat wij heel veel meldingen afrijden. Dus we hebben heel veel contacten met burgers. En nogmaals, in heel veel gevallen gaat dat goed. Maar ik denk dat daar zo'n beetje de verklaring in zit. Ja. Dus niet zozeer dat het nou direct door de corona komt. Maar het komt puur omdat we natuurlijk met z'n allen thuis zijn. Nu is er soms ook wat onduidelijkheid over bijvoorbeeld wat wel en niet mag. Met hoeveel mensen mag je nou op straat buiten lopen? Als je ze tegenkomt, dan mag je geloof ik met meer staan dan als je in een groepje zit. Dat lijkt me ook wel weer ingewikkeld voor jullie als agenten, als mensen de regels nog niet helemaal duidelijk hebben. Kijk, 1,5 meter afstand weet iedereen nu wel, maar jullie handhaven natuurlijk op meer dingen. Ja, maar kijk, ik denk dat mensen ook wel overtuigd zijn van hun eigen verantwoordelijkheid hierin. Dus als we mensen aanspreken en ze daaraan herinneren, dan zie je ook van dat ze iets hebben van, hey, ja, inderdaad, u heeft gelijk. En in een aantal gevallen moeten we dat ook inderdaad begrenzen. Dat is gewoon zo. Proberen jullie dit vaak vriendelijk op te lossen? Of, want die boetes wekken nogal wat weerstand op. Hè? Die zijn vrij hoog. Als u op pad gaat, probeert hij dan nog het pratend op te lossen? Of gaat u meteen met... Nou, dat is wat ik zei. Want zoals wij het doen, is het echt mensen aanspreken. Ja. Zeggen, u moet uw gedrag aanpassen. Dat is niet in lijn met zoals die 1,50 meter is. Ja. Dan geven ze echt een waarschuwing en dan pas gaan we over tot bekeuring. Dus het is niet zo dat meteen al het bonnenboekje getrokken. Nee. Dat gaat over corona, maar ook de agressie tegen agenten is ook gemeten over het jaar van 2019, vorig jaar dus. En het totaal aantal is niet gegroeid, maar het aantal zware mishandelingen is wel verdubbeld. Gaat dit dan alleen over fysiek geweld? Nou, we hadden in ongeveer 10.500 collega's... werden in 2019 geconfronteerd met agressie en geweld. Als je dat om zou slaan, is dat ergens in Nederland, elk uur van de dag, dat een politieman of politievrouw met agressie of geweld wordt geconfronteerd. 40% daarvan is ongeveer belediging. Dat doen wij omdat wij vinden, ja, zo gaan we ook niet met burgers om. Hè? Dus je trekt ergens een streep. Ja. En daarna krijg je mishandeling en al die zwaarder waar u het net over heeft. Ja. Maar even het globale beeld. Vindt u nou dat het de goede kant op gaat? Of gaat het eigenlijk gewoon helemaal niet de goede kant op, hè? Los van corona? Nee, de vlag kan zeker niet uit. Kijk, we hebben een stabilisatie, maar 10.500 is natuurlijk nog steeds heel veel. Ja. Zet je het daarentegen weer af tegen de aantal contacten die wij hebben met burgers, is dat natuurlijk niet heel veel. Maar vanuit goed werkgeverschap is elke collega, er zitten hier twee, die dit overkomt, die heeft daar last van. En soms heeft hij daar heel lang last van. Ja, hoe zit het met de straffen eigenlijk voor dit soort dingen? Zijn die laag? Nou, is al een tijd en beleid dat mensen met een publieke taak, als die agressie en geweld tegemoet te treden, dat de eis 200% hoger is dan in andere gevallen. Dubbele straf. Ja. Maar wat betekent dat globaal? Ik bedoel, stel dat je een klap geeft aan een agent. Nou, als je een klap geeft aan een agent, kan je erop rekenen dat je daar een straf krijgt. Dat kan een taakstraf zijn. Wij zullen altijd zorgen dat je daar ook de schade bij verhaalt. Hè? Dus materiële en immateriële schade. Ja. En soms gaat dat ver. Ja. Over taakstraf gesproken, we hebben hier dus twee agenten in de studio die het beide hebben meegemaakt. Hugo Roosing, politieagent in Leeuwarden. U bent na een vechtpartij met een arrestant 3 maanden uit de running geweest. Wat gebeurde er precies? Tijdens een aanhouding dat de verdachte, we kwamen te vallen. En die verdachte die zou een aanhouding voor belediging.
Alleen de ongelukkige omstandigheden kwamen allebei te vallen. Hij op zijn rug, ik erbovenop en samen met de collega. En hij wist vanuit zijn vechtsport als kickbokser mij een hele snelle knie te geven op mijn achterhoofd. Ja. Waardoor ik nou een deuk in mijn schedel heb. We zien hier inderdaad de foto. En u bent, wat ik al zei, 3 maanden uit de running geweest. Ja. En wat jij net vroeg, de man kreeg 30 uur taakstraf. Dat is iets waar geloof ik veel mensen wel een klein beetje hun wenkbrauwen door fronsen. Belachelijk is het toch, man. Het is eigenlijk verschrikkelijk. Ja. Maar het komt ook dat al deze heren, want we maken natuurlijk van alles mee. Ik zit al 35 jaar op de weg en langs de weg en optreden met alles. U mag ook veel te weinig doen eigenlijk. Dat is natuurlijk ook krankzinnig. Maar het is toch te gek voor woorden dat dit gebeurt in Nederland. Dat je een agent bespuugt of dat u 3 maanden uit de relatie bent met een snee in uw hoofd. Zo gozer moet je gewoon een jaar vastzetten en gewoon nog een boete laten betalen. Dat rechtssysteem in Nederland is volledig losgeslagen. Gezag, er moet meer gezag zijn. U moet meer eigenlijk mogelijkheden krijgen. En u ook. Om wat meer te mogen doen. Ik heb ooit een keer een interview gedaan voor Playboy. En dat ging over ook politie en over... Een interview? Ja, een interview. Okay, ja. Ik wil er even mee zeggen. De reden waarom mensen de Playboy kopen. Nou, dat weet jij natuurlijk alles wel. Ja, maar ik wilde even ergens anders naartoe. Daarin heb ik verteld ook. Je denkt toch niet als je in Spanje bent bij de Guardia Civil... dat je iemand in zijn gezicht gaat spugen. Dat is totaal ander gezag. Ja. Wat de reden is, dat weet ik niet. Misschien hebben zij meer mogelijkheden... Ja. Om met de stok te slaan. Maar laten we nog even terug naar de agent. Dan ben ik wel benieuwd wat u zelf... Of vlieg ik in één keer uit mijn slof? Nee, toch? Nee, dit is, nee. Ik denk dat dit manier, is wat heel veel mensen vinden. Neemt u me niet kwalijk. Nee, maar ik ben wel benieuwd wat u zelf dan vindt. U bent 3 maanden uit geweest. Ontzettend veel last daarvan gehad. En dan dus die 30 uur. Ja, wat dacht u zelf? Nou ja, je komt thuis te zitten. Ik ben best wel een workaholic. Ik mag graag aan het werk zijn. Alleen dan kom je echt 3 maanden thuis met evenwichtstoornissen. He, dat de buren je aanspreken van heb jij een alcoholprobleem? Je laat de hond uit en je loopt echt zigzaggend over straat. Maar dat komt gewoon omdat bovenin een storing was. En dan ga je uiteindelijk naar de rechtszitting. Wat dan ook best wel lang duurt voordat het voorkomt. En dan zit je dan ook als partij, civiele partijen, zit je daarin. En dan hoor je in één keer de officieren eisen 30 uur werkstraf. En dan gaat de rechtbank erin mee. En dan denk je van ja... En was dat al dat inclusief, zeg maar, die 200%... straf die dus tegen agenten geldt. Dus normaal was het 15 geweest. Nee, ik zit wel bij meerdere zittingen. Ook ter lering en vermaak, maar ook voor de horeca. Wat kunnen wij zelf nog verbeteren? Ja. Dan hoor je meestal de eenvoudige mishandeling... wat dit in principe zou beogen. Is meestal 30 uur ongeveer. Ja. Peter, jij hebt ook iets meegemaakt. Jij komt uit Amersfoort. Ja. We hebben beelden van het incident. Daar gaan we even naar kijken. Kun je vertellen, kun je ons een beetje meenemen wat er hier allemaal gebeurt? Want het is vrij moeilijk te zien. Die mensen die allemaal geen uniform aan hebben, dat is een familieuitje, zal ik maar zeggen. Ja. Wat je niet goed ziet, zeg maar. Ja, je ziet die dame in die witte jas. Maar mijn collega Bente... Hondengeleidster, die ligt eronder. Die is nu overeind gekomen. Ja. Maar goed, die werd door een van de verdachtes zeg maar om de nek gegrepen... naar de grond gebracht en de luchtpijpen dichtgeknepen. Dus ze werd geprobeerd te wurgen? Ja, gewurgd werd ze eigenlijk. Ja. Ja. En wat is het gevolg geweest van dit incident... voor zowel jouw collega als de betrokken mensen? We waren met z'n vieren en ik moet zeggen, Bente die is het meest slecht ervan afgekomen. En die zit op dit moment nog steeds thuis. Terwijl dit incident is ruim 2 jaar geleden. Maar de vraag is of ze ooit nog normaal aan het werk kan. Dat is bizar. Dat is voor iedereen bizar om te horen en te zien. U stond daar als collega, stonden jullie daar dan omheen? Ik kan me voorstellen dat dat voor u ook, dat ook impact maakt. Wat verandert er na zo'n dag voor u als politieman? Bij ons was het vooral mentaal. Hè. En ik ben echt dankbaar zeg maar, dat wij geen fysiek letsel hebben gehad. En eigenlijk kun je zeggen dat Bente zeg maar, de volle laag heeft gehad. Ja. En kijk, als je één wens mocht doen, dan hoop je dat je de pijn kon verdelen. Zijn er dingen ook misgegaan in de nazorg bij Bente? Voor zover jij dat kan inschatten. Vanuit de organisatie? Ja. Nou, er zijn veel klachten hè, over de nazorg. Hoe jullie als agenten worden begeleid als jullie zoiets hebben meegemaakt. Ik moet zeggen, petje af voor in ons geval voor hoe het gegaan is. En
Ik moet zeggen, mijn vader is inmiddels 17 jaar met pensioen, hoor. Maar die komt uit een tijd, er werd helemaal niet gesproken en er werd helemaal niks begeleid. Nee, dat is echt iets wat, waar jullie geloof ik de laatste jaren juist op inzetten. Hè? Om dat juist de nazorg te verbeteren. Ja, ik herken dat beeld niet, hoor, over die klachten. We hebben in elke eenheid meerdere mensen die de collega's ondersteunen. Dat doen ze bij het doen van aangifte naar de rechtbank toe. Maar dat doen ze ook als de nazorg is, samen met de leidinggevende. Dus dit is juist voor ons een topic waar we echt goed op inzetten. Het is ook heel belangrijk. We horen net wat de impact is van als je dit overkomt. Dat mensen, en dat we dat ook monitoren. Dus dat we weten van het overkomt mensen niet één keer, maar soms meerdere keren. Maar wat is de oplossing dan, denkt u? Nou, er zijn meerdere oplossingen. Ik denk in het incident van Bente hadden we net een pilot met het stroomstootwapen. Kan Peter beter vertellen, maar op het moment dat het stroomstootwapen ter hand werd genomen, toen deescaleerde het. Ja. We werken ook met bodycams. Bodycams hebben ook een deescalerende werking. Dus dat is wat we er vanuit uitrusting aan kunnen doen. En daarnaast zorgen we natuurlijk ook voor de opvang. We doen veel in trainingen. Maar meer de strafmaat moet dan toch ook gewoon vele malen hoger. Ja, al even over. Dat is eigenlijk wat ik bedoel. Want degene die nu kijken en die denken van, oké, mij die politie schelen, joh, degene van ram voor zijn beker 30 uur de taakstraf, ga ik lekker de bejaarden thuis afwassen. Het is natuurlijk een verschrikkelijk voorbeeld. Als ik heel eerlijk ben. Maar dan is het natuurlijk eigenlijk niet genoeg af. Dat kan natuurlijk niet waar zijn. Kijk, laat ik er twee dingen over zeggen. Eén is even dat voorbeeld wat u had, hè, over dat gezag, hè, in zuidelijke landen. Laten we blij zijn dat we een politie hebben in Nederland. Zeker. Die aanspreekbaar is. Ik gaf net even aan hoe wij in coronatijden optreden. Dus laten we dat nou met elkaar koesteren. En wij schromen er niet voor terug om op het moment dat we moeten begrenzen, om dat gezag echt ook wel te laten gelden. Heel goed. Dat is één. Twee. Op dit moment is er een wetsvoorstel van de minister Schrapperhaus en Dekker, die eigenlijk zeggen, als je fysiek geweld aanwendt tegen politiemensen, zoals er hier twee zitten, dan moet dat altijd leiden tot een gevangenisstraf en niet tot een taakstraf. Ja. Dan kun je erover reden twisten van, goh, gaat dat dan die mensen weerhouden? Kijk, wij weten dat in heel veel van deze gevallen middelengebruik een rol speelt, alcohol een rol speelt. Mensen op dat moment ook niet echt bij zinnen zijn als ze dat doen. We hebben bijvoorbeeld een groot probleem met mensen met verward gedrag. Hè. 20% van onze meldingen gaat daarover. Ja. We zien dat die structuur om die mensen op te vangen, die is echt flink uitgekleed. Daar hebben we echt onze handen vol aan. Dus dat is één. De afschrikwekkende werking is nog even de vraag of dat zo is. Hè. Want niet iedereen calculeert. Want iedereen die hier aan tafel zit, die zal het nooit in zijn hoofd halen om het te doen, als je er redelijk over nadenkt. Maar belangrijker is het, en ik denk dat Hugo dat net ook aangaf, 3 maanden thuis, 30 uur taakstraf. Ja. Dat doet iets met je rechtvaardigheidsgevoel als politieman. Dat doet iets met de genoegdoening die in de straf hoort te zitten. Dus wij zien het als een grote ruggensteun als dat wetsvoorstel er wel zou komen. Ja. Ja. Ik denk jullie allebei ook. Ja. Ja. Dank jullie wel voor nu. Laten we het hopen dan dat het er doorheen komt. Dank. Alle ogen van de voetbalwereld waren vandaag op Duitsland gericht. Na ruim 2 maanden...